Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van iBasketball TV. Weer met bekende gezichten, rechts van mij, links van jullie zit Ivo Boom en aan de andere kant Ferry Steenmets. En we gaan het deze week hebben over nieuws van de week. Voor mij heel heftig nieuws afgelopen week. Ik denk dat iedereen er inmiddels van op de hoogte is dat het contract van mij als bondscoach niet verlengd is. Daarnaast gaan we nog praten over de mannen-eredivisie en ook de vrouwen-eredivisie. En ik wil graag beginnen met de mening van Ivo over het vertrek van Meijndert. Ja, ik was verrast, moet ik zeggen. Dat je misschien niet verrast dat uiteindelijk een keertje dat dienstverband beëindigd wordt, maar wel over het tijdstip. Ik bedoel, de dames waren denk ik klaar in juli, augustus denk ik. Ja, ze zijn in augustus nog op trip geweest. Ja, weet je, en dan nu in één keer het contract te beëindigen, was voor mij volslagen, onbekend, laat ik het dan zo zeggen. Ik denk dat zoveel, wat ik om me heen noem, is eigenlijk alleen maar ongeloof en kwaadheid en teleurstelling volgens mij ook om me heen hoor. En ja, volgens mij was mij het zelf ook niet helemaal voorbereid op dit ontslag. Nee. Toch? Nee, ik denk niemand. Ik heb natuurlijk wel een close connection met die meiden en ook met Meijndert. En wij waren er eigenlijk, als ik mezelf nog in de wijgroep mag meenemen, erg van slag van. Zeker die meiden die nog in de selectie zitten, maar bijvoorbeeld ook een Naomi Hallman. Die had ook een interview laatst op iBasketball waarop ze zei van, ik wilde nog een keer meedoen met het Nederlands team, maar als Meijndert dat niet meer doet, dan doe ik ook niet meer mee. Dus dat is best wel heftig natuurlijk. Ja. Ferry, wat vind jij ervan? Ja, het dringt nog niet echt tot me door. Meijndert is de bondscoach van de dames. Ja. En ik had het idee dat dat nog wel even zou duren. En in zijn geval denk ik dat hij de regisseur van zijn afscheid zou moeten zijn. Op een passende manier. Dus ik ben gewoon ben een beetje in shock ervan. Meen ik serieus. Weet je, grondlegger van de damesbasketbal. We hadden het over 30 jaar, 28 jaar bezig om het allemaal op een hoger niveau te tillen. Dat heeft hij gedaan. En ik zag de volgende stap, toch nog een EK halen. En dat is nu niet meer aan hem. Dus voor mij echt shockend. Dus ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Nou ja, weet je, kijk, als je nou zou zeggen, weet je, die dames zijn nog om uitgekeken. Dan kan je nog weten, dat kan nog toch. Ik bedoel, als meiden niet meer met hem verder werken. Ik bedoel, na zoveel jaar. Als er conflict is geweest. Ja, precies. Ja. Maar ik heb begrepen dat bijna alle speelsters, die hebben zich commit voor 2 jaar Nederlands team. Hè? Dus ook voor komende zomer nog. Allemaal om niet af te zeggen voor een ditje of een datje, weet je wel. En dan trek je de bondscoach eruit in één keer uit dat verhaal. Ja, nou goed, niet alleen die meiden, maar ook de staf heeft die commitment ondertekend. Het is inderdaad vreemd. Ook in dat aspect, naast dat Meijndert gewoon, wat Ferry al zei, had gewoon verdiend om de regisseur te zijn van zijn eigen afscheid. Ja. Dat hij wat ouder is en dat het wellicht een keer tijd is voor een andere coach, kan ik me best wel in vinden. Maar je moet zo iemand die 30 jaar lang ze alles heeft gegeven voor het basketbal in Nederland. Ik word een beetje emo. Die moet je gewoon de kans geven om het op zijn manier af te sluiten. Ja. Maar wordt de staf nu ook, gaat het alleen om de bondscoach? Ik heb wel hier en daar wat gelezen, maar de informaties. Nee, volgens mij is het alleen de bondscoach op dit moment. En gaan ze nu volgens mij, hebben ze eigenlijk aan Meijndert gevraagd of die dan de andere bondscoaches wil opleiden. Hè? De dames in ieder geval wil opleiden naar een hoger niveau. Eigenlijk wat hij nu ook al volgens mij doet toch? Hij deed dat ernaast. Dus eigenlijk, ik sprak vanmiddag Esther Wende en die zei ook gewoon van, weet je, we willen hem helemaal niet kwijt voor het Nederlands basketbal. Dus jullie juist expertise inzetten om de jonge coaches op te leiden. En ook volgens mij te helpen met zijn opvolging. Maar ja, goed, dat is natuurlijk best wel. Te helpen met zijn opvolging? Ja. Kan me hier, Volgens mij heeft hij wel een stem in wie de nieuwe bondscoach moet worden.
Kijk, of hij het wil gaan doen is natuurlijk vraag 2. Ik bedoel, zou jij dat doen? Snap je? Ja, moeilijk. Ja. Zeker onder deze omstandigheden. Ja. Ik weet niet of je die schep erover wil nemen. Nou ja, goed, er zijn natuurlijk maar een paar gegadigden, denk ik. Die het nu kunnen of willen doen. Denk je niet? Geen idee, Ivo. Nou ja, goed, als je kijkt naar Remy de Wit, dat is natuurlijk de geëikte opvolger, denk ik, van Meijndert. Hij is natuurlijk dit jaar zijn assistent geweest, hebben samen een traject gedaan. Hij doet natuurlijk al jarenlang het CTO. Nou, die Erik Brouw nog, weet je, die 2 jaar geleden volgens mij, denk ik, de assistent was van Meijndert. Ja. Weet je, Goed, ik denk dat Erik zeker een gepaste opvolger zou zijn. Ook iemand met waar Meijndert zelf vrede mee zou kunnen hebben. Ook omdat hij ook al een band heeft opgebouwd met de meiden. En dat die samenwerking ook gewoon heel goed verloopt. Maar goed, die zit ook gewoon vast aan een club. En die heeft ook stappen gemaakt in zijn carrière. Ja. En voor hem is het denk ik op dit moment niet opportun om zo'n stap te maken. Nee. Ik ben ook heel benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen, wat Meijndert gaat doen met het voorstel van om coach van de coaches te worden. Ik weet dat er morgen nog een overleg is tussen Esther Wender en wellicht wat andere mensen van de bond en een delegatie ofwel zoveel mogelijk van de dames van de selectie. Want die willen hem terug toch? Ik zag zelfs een Facebookpagina trouwens opgericht. Er is een Facebookpagina. Meijndert moet blijven. Meijndert moet blijven, ja. Serieus? Nou, ik denk dat de meiden hem terug willen. Dat denk ik. Of dat reëel is en of dat Meijndert dat zelf nog wil. Denk ik dat die kans klein is. Dat is niet reëel natuurlijk. Toch? Nou, ik vind het gewoon moeilijk. Kijk, hij is verantwoordelijk voor al het succes van de dames. Ja. De laatste 28 jaar, maar zeker de laatste 10 jaar, de ontwikkeling, meedoen aan Europese toernooien met jeugd, CTO, winnen daar zo, doorstroming naar de dames heen. Ja, hij was wel de eigenaar en op een goede manier. Zo'n goede manier dat ik vaak heb gezegd dat het een voorbeeld voor de heren is. Van een duidelijke lijn, duidelijke leiding, ook naar de andere coaches. Ik begrijp ook niet zozeer het opleiden van jongere coaches, want volgens mij in de filosofie hoe het de laatste 5-10 jaar gegaan is, zat dat er gewoon in. Dus wat ik zeg, ik hoop dat de bond hier goed over nagedacht heeft. Ik hoop dat ze ook met een goed beleid gaan komen, adequate opvolger. Het is even afwachten, ja, maar blijft voor mij shocking. Ja. Ja, maar goed, we kunnen hier denk ik nog uren over doorpraten. Maar er was ook nog ander basketbalnieuws deze week. Minder heftig, maar wel leuker. Dus ik denk dat het goed is om weer even de wending wat positiviteit te geven. Ivo? Nou ja, minder heftig. Ik zag je met een blauw oogje binnenkomen van de week. Die was het. Die was het. Dus vond ik mooi om te zien. Ik zag je zaterdag bij Leiden. Toen dacht ik van, hé, ze heeft gespeeld. Ik heb gespeeld en ik kreeg een klein tikje. Wie was het, ja. Nee, wie was het? Het was niet expres, dus dat is verder niet belangrijk. En dat zien we de volgende wedstrijd ook weer. Nou, wie het was, dat zien we goed. Nee, maar ik vond het leuk om te zien, weet je. En eindelijk dat je weer een beetje fysiek aan het spelen bent. Ja. Dus daar ben ik wel helemaal blij. En we hebben een paar wedstrijden gewonnen, toch? En we hebben weer 2 keer gewonnen achter elkaar, dus dat is voor ons de goede kant op. Nou ja. Goed, dat was nog een beetje mijn aanvulling op het nieuws van de week. Waardoor Marloes die weer wat beukers uitdeelt. Heel goed. Toch? Goed bezig. Bedankt, Ivo. Sorry. Nee, die mensen zullen ook wat denken. Want ja, wat zit er? Ja. Nee, dat begrijp ik. Fer, heb jij nog nieuws van de week? Of iets waar je over wil hebben? Ja, ik kan me niet herinneren de laatste keer dat wij van Italianen gewonnen hebben in Nederland. Dus voor mij is nieuws van de week afgelopen dinsdag. Den Bosch. Ik denk dat de gastheren toch enigszins overrompeld waren. Dat Den Bosch het ook misschien heel spannend vond dat ze ineens zo'n voorsprong hadden. Maar eind goed al goed. Ze hebben een eerste Europa Cup wedstrijd winnen tegen een Italiaan team. Waarschijnlijk de beste team in de pool. Thuis alles winnen. Ik denk dat dat heel positief, heel goed is. En stond er dik voor, hè? Op een gegeven moment bijna 20 punten volgens mij. Of meer dan 20 zelfs. Ja.
En je had het over speld. Hoe weet jij dit soort dingen? Nou, jarenlang. Ja, nou ja, voorspellen. Voorspellen is altijd moeilijk. Dus laten we zeggen dat ik een beetje mazzel heb gehad. Dat het ook goed uitgekomen is. Maar ja, je ziet wel dat ze in Den Bosch stap aan maken zijn. Vorig seizoen, dit seizoen. Er wordt wel gebouwd. Er wordt wel verbeterd. Groep bij elkaar. Nieuwe Amerikanen, goede Amerikanen erbij. Ja, toch ambitie. De ambitie om misschien in Europa wat te gaan doen. De ambitie om landskampioen te worden. Dus dat proef je aan alle kanten bij Den Bosch. Dus ik denk dat de voorspelling was. En wij waren ook alle drie zaterdag bij de wedstrijd tussen Den Bosch en ZZ Leiden. In de 5 mijl in Leiden. Laat ik eerst zeggen dat de sfeer was echt fantastisch. Ja, ook waardig voor zo'n wedstrijd. Ivo, wat vond jij van de game? Nee, ik vond hem kwalitatief niet super hoog. Het was wel heel spannend. Mm-hmm. Weet je, ik vond wel het begin heel goed van Leiden. Weet je, met name Wordy. De jongens speelden echt aan beide kanten heel energiek. Met blockshots en drives en steals. En zo dacht ik van nu gaat het echt gebeuren. Mm-hmm. Daarna kabbelde het wel een beetje weg, vond ik. Maar ja, we hebben wel de twee beste teams in Nederland gezien, denk ik. Weet je, en dat is jammer dat Den Bosch dan toch niet compleet was. Hè. Ik was toch eigenlijk wel heel benieuwd naar nieuwe center, wat hij zou gaan doen. Dat is wel een grote jongen. Ja. Nou ja, ondanks dat was Den Bosch inside gewoon eigenlijk gewoon een stap te groot, denk ik, voor Leiden. Dus als hij toegevoegd wordt, toch? Ja, nee, kijk, het verschil was ook inside. Ja. Den Bosch, ik denk bank. Dus Den Bosch is wat dieper ook met die blessure. Leiden was Kasper geblesseerd. Kwamen op 6 man, 7 man terecht. 7. Ik zat op een gegeven moment naar de datum te kijken. Ik denk, joh, lijkt wel een play-off wedstrijd. De atmosfeer, het vechten op het veld, intensiteit, de spanning, het verschil heel klein. Dus ja, absoluut een goede wedstrijd voor de toeschouwer. Het begon met goed verdedigen. De eerste kwart werd echt verdedigd, tweede kwart ook nog. Tweede helft was dat wat minder. Vond ik alleen dat Den Bosch op bepaalde momenten goed verdedigde. Ik geef ook complimenten aan Leiden, want met zo'n kleine rotatie. Leuk basketbal, attractief. Proberen om snel te scoren. Lukte niet allemaal deze wedstrijden. Momenten dat Leiden terugkwam in de wedstrijd, was het echt momentum. Nou, je zag dat daar ook op gecoacht werd door Sam Jones, want die haalde elk momentum met een time-out eruit. Ja. Sorry Fer, wat maakt het verschil volgens jou? Deze wedstrijd? Ja. Laat ik zo zeggen, Den Bosch die weerhield Leiden ervan om snel te spelen. Mm-hmm. Om veel scores te pakken, om tempo in de wedstrijd te leggen. En die haalden elk tempo eruit. Dus ik denk dat het verschil was. Zorgde dat de bal veel inside ging. Zorgde dat er van binnen naar buiten gespeeld werd. Leiden veel meer drietjes. Den Bosch veel meer tweetjes. En je zag bij Den Bosch een groep die wat langer bij elkaar is. Dus die toch vechtlust toonde, mouwen opstrookte. Stefan Wessels voorop. Die ging echt het gevecht aan. Deed alles wat nodig was om die wedstrijd te winnen. En dan aan het eind, ja, dan had eigenlijk Leiden hem moeten winnen. Mm-hmm. Ja, die stonden voor, vrij hoorpen alles. En dan zie je toch dat er een of andere macht bezig is door de manier waarop Den Bosch speelt, die toch die wedstrijd naar zich toe trekt. Ja, het was wel grappig toch, want wij zaten op de tribune te kijken. En eigenlijk toen die fout op Cormier gemaakt werd, hè, nam Sam Jones meteen de time-out. En toen zei hij al meteen van, joh, hij gaat er minimaal één van die twee missen. Ja, gewoon... Nou, daarom neem je ook die tijd maar. Ja, daarom. Ja, maar goed, maar het gebeurt dus allebei. Al niet voor dat ze allebei zouden missen. Maar. Dus ik zag natuurlijk ook wat tactische dingetjes ook in. Hè. Aan het eind van de wedstrijd. Weet je, kies je er toch voor om geen time-out te nemen. Hè, Kasteels met die laatste score. Ja, maar kijk, dat is. Het is ook een keuze die je hebt gemaakt. Maar goed, dat is inderdaad een keuze. En iedereen die roept naar de wedstrijd, waarom heeft hij die time-out niet genomen? Ik zelf zou hem ook niet nemen. Weet je, ik heb vorig jaar tegen Leeuwarden gecoacht, ik kom in precies dezelfde situatie. Ja, ik heb liever dat die bal ingenomen wordt en dat je van de ene kant naar de andere kant van de basket gaat in die korte periode. Omdat je gewoon dan toch betere lanes hebt om tot de score te komen. Ja. Want als je hem zijkant moet nemen en je grijpt in als coach, wat goed, wat slecht kan uitvallen. Maar als je die bal vanaf de zijkant in het veld wil krijgen,
en dat wordt goed verdedigd, kom je bijna niet meer tot de score toe. Nee, dat ben ik wel met je eens. Dus ja, het is een keuze en het is denk ik ook gevoelsmatig een keuze als coach. Dat je op dat moment het gevoel hebt van wel of geen time-out nemen. En ik vond dat de wedstrijd heel goed gecoacht werd door allebei. Ik denk dat Stefan Wessels was voor mij de man van de wedstrijd. Maar de andere twee mannen van de wedstrijd waren voor mij Sam Jones en Eddie Casteels. Ja. En dit belooft wat. Ja, dit belooft in ieder geval nog 3 playoff wedstrijden voordat we de playoffs gaan spelen. En hopelijk dat deze twee teams elkaar in de laatste ronde, dat we 7 van dit soort wedstrijden krijgen. Ja. Want het was niet heel erg goed. Maar het was met momenten wel heel erg goed. Nee, eens. Ja, vond ik ook. En ik vond dat Den Bosch het verschil maakte, omdat ze als team speelden. Waarbij Leiden vaak nog een beetje afhankelijk was van het individuele talent. Ik weet niet of jullie dat ook zo gezien hebben. En ik vond ook de schotselectie van Den Bosch, zeker in de laatste 2 minuten, een stuk beter. Nou, weet je, wat mij een beetje bleef hangen was toch wel dat de twee guards van Den Bosch, die twee lefty guards, het lijken wel twee broertjes, toch wel heel veel zelf gingen forceren, weet je. Want dat pakte onwijs goed uit, want hij scoorde onwijs veel de laatste minuten. Maar ik had het idee dat er toch wat minder regie op die ploeg zat aan het eind van de wedstrijd. Ik weet niet of jij dat zag. Ja, kijk, wat ik bij Den Bosch zag was, die point guard heeft gewoon nog niet veel gespeeld. Nee. Dus die moet echt nog wennen. Dat is een jongen die uit college komt, dus die moet wennen aan Europees basketbal, moet wennen aan Den Bosch. Die andere spelen heb ik een beetje hetzelfde idee mee, maar je zag dat hij wat meer gespeeld had. Ja. Kijk, wat Sam Jones heel goed voor elkaar heeft, is dat team. Mm-hmm. Dat gedeelte van team. Hoe de aanvallen gespeeld worden, er zit heel veel discipline in die groep. Ja. Maar soms kom je er niet door met je plays en daar werd zeker aan het eind, werd gewoon goed opgelost door individueel te gaan. En dat was ook de manier hoe Leiden verdedigde, dat je toch op zoek moest gaan naar penetraties. Die open man was niet echt te vinden. Dus ja, ik vond dat wel een hele leuke wisselwerking om dat te zien. En ja, het heeft tijd nodig. Ja. 2 nieuwe spelers, de andere groep, de rolspelers vond ik trouwens fantastisch bijdragen. Pachter, Marcel Aerts hadden allemaal hun scores. Ik vind Ralf de Pachter serieus echt stoppen gemaakt. Hij is echt beter geworden, ja. Linkshoekies, rechtshoekies, ja. Verdedigd hard. Ja, hij had een aantal ongelukkige momenten. Als je die om kan zetten naar gelukkige momenten, is het gewoon een topspeler in de wereld. Wel, maar hij neemt wel die laatste bal. Hè. Hij wordt dan wel geblokt door Velder, maar hij neemt hem wel. Maar hoe vrij staat hij daar? Ja. Ik denk dat hij zelf ook een beetje verrast was van hoe vrij die was, maar dat is gewoon een lay-up. En Stefan Wessels had daarvoor ook al gewoon een lay-up. Nou ja, weet je, wij zaten ook met Ralf te wachten. Op een gegeven moment kreeg hij een keer een bal op de elbow of zo. En ik denk, vorig jaar had hij er nooit op mee gedaan. En nu ging hij hard naar de basket. Met die foutje mee en zo. Ik denk dat... Ik was wel blij verrast om dat te zien, weet je wel. Nou ja, goed. Jij zei dat Bert Samson nog op de 1 ook... Zag toch? Maar hij heeft wel skills, je ziet toch? Ja, als hij zijn schot ontwikkeld kan het een 3-4 worden. Toch? Ja, absoluut. En denk ik ook. Maar dat is moeilijk. Want hij scoort ook, hij gaat heel goed 1 tegen 1. Moeilijk af te stoppen inside. Finished goed. Ja, links en rechts. Ja. 2 handen. Ja, als je dat schot nog gaat ontwikkelen, moeilijk op deze leeftijd. Veel tijd aan besteden, ja. Dan moet je het in de wedstrijd gaan doen, op training gaan doen. Ik vond trouwens Kees Akerboom wel ongelukkig spelen. Ik kreeg ook weinig echt goede schoten van hem, ook verdedigend. Had hij het toch lastig met Wurdy of met die Cormier en dat zat er niet helemaal in. Ja, maar kijk, dat individuele, dat was wel leuk, want die wedstrijd natuurlijk geanalyseerd. Ja, dan zie je dat er op een gegeven moment gewoon plays worden gespeeld vanuit de horns om door te swingen naar de andere kant om 1-1 te spelen. En daar werd Kees een aantal keer geslagen. Maar een aantal keer was daar ook wel hulp om hem te helpen. Zou het sowieso goede hulp zijn? Ja, dus op de momenten dat de help was, was het ook weer wat makkelijker te verdedigen. Maar ja, dat is het schaakspel wat 2 teams tegen elkaar speelden. En ik vond Kees bijvoorbeeld weer heel goed op Mohamed Karassi verdedigen. Ja. Dus dat deed hij deze wedstrijd heel goed. Ja. En in de aanval, ja, het was slow game. Ik heb 1 keer een vroeg drietje genomen. Ja, toen kwam Leiden meteen in momenten, meteen time-out. Ja. Dus ja, dan is hij afhankelijk van zijn schoten van binnen naar buiten of vanaf het curlen vanaf het screen. Ja, dat werd allemaal erg goed verdedigd.
En ik denk dat hij dinsdag een hele goede wedstrijd gespeeld heeft. Ja, dat is waar. Absoluut waar. Dan heb je, ja, dan is het toch nog een wedstrijdje overslaan. Ja, een wedstrijdje overslaan. Ja, het is moeilijk om je denk ik elke week, elke wedstrijd op dit niveau ja, echt helemaal op te laden. We praten nog even door over de mannenwedstrijd. En dan wil ik het toch zo meteen nog ook even hebben over de dames eredivisie. Maar wat mij nog opviel bij ZZ Den Bosch, was het, ja, het schotpercentage van Rogier Jansen. En de driepunters en de vijfde fout, of tenminste de niet-wissel van Jeroen van der List tussen zijn vierde en de vijfde fout. Hebben jullie daar een mening over? Nou ja, om met Jeroen te beginnen, ik vind dat Jeroen wel positief verrast, weet je, moet ik zeggen. Ik vind dat hij, even zijn schotkeuzes, nou ja, weet je, ik heb er niet zo heel veel op aan te merken, moet ik zeggen. Ik vind wel dat hij wel moet afwisselen, het is nu alleen maar drie punten volgens mij wat hij doet. En soms ook echt 1-2 meter achter de driepuntslijn. Aan de andere kant, als je zelfvertrouwen hebt, dan schiet je die ballen gewoon. Hij schiet ze ook erin. Het opent het veld wel. Ja, aan de andere kant, weet je, waar leg leidt het af, is rebounden, snap je? En hij is wel 2 meter, weet ik hoe groot hij is, 2 meter 13 of zo. Weet je, dus je mist wel gewoon rebounds. En zeker als hij ook zelf die schoten gaat nemen. Ja. Weet je, en jij zei van, joh, tussen de vierde en vijfde fout geen wissel. Ja, ik had hem gewisseld. Mm-hmm. Nee, nou, we hadden net al een klein discussie erover, ver van niet. Ik had hem niet gewisseld. Nee, het is een keuze. Ja. Weet je, kijk, hij kan blijkbaar niet met die verantwoordelijkheid omgaan, want hij maakt gewoon een domme vijfde fout. Ja. Met een hele kleine rotatie, daarvan had ik hem dus wel gewisseld. Weet je, dan is het maar een paar minuten iemand anders erin. Weet je, je hebt nog 3 lange jeugdspelers op de bank zitten, je hoeft niet 10 minuten weg te geven, maar ook al slechts maar 3 of 4 minuutjes. Ja, ik denk dat hij zichzelf gewisseld heeft. Ja, uiteindelijk wel. Je ziet wat coach Kasteels doet, is gewoon iedereen periodes in de wedstrijd zetten. Dus niet op fouten wisselen of op een minuutje wisselen. Nee, ze krijgen allemaal een periode om in die periode een spel te laten zien. En ik denk dat het in deze situatie ook was, dat Jeroen zat nog gewoon in zijn speelminuten. En dan mag hij besluiten of hij in die wedstrijd blijft of niet. Ja. En ja, domme fout was heel ongelukkig. Het was ook heel slim van Mike Schilder. Dat viel me ook heel op. Ja. Zo'n jonge jongen gewoon ziet, hey, het is een pick-and-roll naar de sideline of naar de baseline toe. En ja, Jeroen die wou die afsluiten. Ja. Dat deed hij iets te scherp en ja, Mike ging vol over dat screen en pikte die fout op. Dus het komt een beetje combinatie van allebei. Jeroen had net die 3 punten raakgeschoten. Leiden kwam terug door zijn pick en pop. Hij had heel veel ruimte met pick en pop. Den Bosch dubbelteamde niet zoals ze normaal dubbelteamden. Ze hebben wel een paar keer gedubbelteamd, vooral op Rogier. Ja. Maar er was heel veel pick en pop, heel veel topside defense, waarbij er werd gedrijfd. De grote Jeroen van der List popte en daar had hij zijn 3 punten uit. Ja. En dat is moeilijk doorroteren met iemand vanaf de weak side, want daar maakt ze het heel, heel wijd in. Dus ja, het is denk ik de manier waarop coach Kasteels, hoe die coacht, weet je. Ik denk dat hij toch heel veel verantwoordelijkheid bij de jongens legt. En heus wel wil ingrijpen, want hij heeft time-outs genomen op bepaalde momenten, maar toch ook heel veel kijkt hoe zijn team het oplost en daar misschien later op terugkomt. En ja, toch misschien meer in een soort proces bezig is met zo'n groep dan volgens vaste lijnen, volgens vaste afspraken, filosofie. En ja, dan zo'n wedstrijd met het proces dat in de toekomst beter en beter en beter gaat. Fer, je had het net al even over de double teaming op Rogier. In hoeverre had dat invloed op zijn schotpercentage, denk jij? Bijna elk schot zat een hand bij. Ja. Dus als je de cijfers ziet, 1 op 14, dan denk je zo, die heeft een slechte wedstrijd gespeeld. Als je de beelden ziet, dan ja, hij is degene die de laatste seconde schoten moet nemen. Met verdediging op hem. Helemaal in zijn ruimte ook. Dus je ziet ook dat hij vaak zijn benen nog even uitgooit. Niet zozeer omdat hij
ja, iets wil uitlokken, maar gewoon dat hij zijn ruimte opeist op zijn schoten, want ze zaten er heel dichtbij. En, dat was ook al een paar keer een kleine botsing, toch? Ja, viel een paar keer. Ja, een paar keer zeker. Ja, maar waar is het, beneden of boven? Dat is altijd. Nee, maar mijn vrouw vergeet dat ze echt dicht op hem zaten. Ze zaten dus bovenop hem. En ja, je ziet dat hij eigenlijk, vind ik hem het beste basketbalspeler van de laatste jaren. Goede beslissingen. Ja, ik vind hem erg volwassen ogen. Ja, ja. Dus balpasen snel in de lane en vindt Beurt die goed. Dus ik vind hem eigenlijk qua basketbal, beste basketbal, qua beslissingen, qua noem het maar op, alleen deze wedstrijd, ze zaten er bovenop. Ja. En dan zie je dat hij heeft toch nog ritme, is toch nog op zoek naar zijn ritme. Een aantal schoten die hij vorig jaar daarvoor er echt wel inschoot. Ja, die is hij nu even dat ritme nog kwijt. Maar ik ben ervan overtuigd, als dit proces zo doorgaat, dat die 1 op 14 wordt dadelijk gewoon 8, 9, 10 op 14. Ja. Dan heb je natuurlijk wel een hele andere wedstrijd. Ja. Dan kan je gewoon met 20 winnen. Hey, wat voorspellen wij voor de volgende ontmoeting tussen deze twee teams? Nou ja, weet je, het is een beetje wat ver zegt. Als Leiden iets beter schotpercentage heeft, dan wordt die wedstrijd heel anders. Ik ben gewoon benieuwd wat de nieuwe Amerikaan brengt. Dus het is gewoon een totaal verschillende stijlen. Het is tegen het snelle, schietende basketbal van Leiden tegen het toch wat doordachte aanvalsspel van Den Bosch. Ja, weet je, als je naar mij vraagt, zou ik denken van Den Bosch is gewoon een stukje verder. Weet je, maar goed, het is opportunistisch wat Leiden doet. En nou ja, als het een beetje gaat lopen, loopt het hard. Ik ben niet vaak met je eens, Ivo, maar hier wel in. Ja, ik denk dat Den Bosch ook verder is. Ik denk dat Den Bosch ook meer spelersgroep heeft. Ik denk dat Den Bosch dadelijk in Den Bosch heel veel thuisvoordeel heeft. Ja. Maar ik denk ook dat Leiden met de 7 spelers, misschien 8 nog, dat die het hartstikke goed doen. En eigenlijk een beetje boven hun kunnen hebben gespeeld in deze wedstrijd met het thuisvoordeel. Ja. Dus we gaan het zien. Het wordt in ieder geval, dit was een hele interessante wedstrijd. Dus. Maar ik denk wel, hè, als Leiden niet een big guy nog erbij haalt, dan hebben ze wel een serieus probleem tegen Den Bosch. Ja. Ja, want ik vond, weet je, als ik ben, Ralf de Pachter, maar ik vond Aerts ook gewoon goed doen. Ik vond Wessels aanvallend, hè, was hij dan wel reboundend, wel heel nuttig, maar scorend. Had hij wel een paar belangrijke ballen, maar niet wat hij normaal doet. Weet je, als hij allemaal meedoet en de nieuwe Amerikaan is erbij, dan... Nou goed, misschien is dat ook het nadeel dat je een Europese topcoach binnenhaalt. Ja. Want dan denk je van, nou, hij gaat het wel met deze spelersgroep wel allemaal doen en kampioen worden. Er zit ook een beperking aan wat een coach kan doen. En ik denk dat die ene speler wel heel veel verschil gaat maken. En Velder bij Leiden? Ja, wennen, ongelukkig, goed verdedigd ook. Weet je, dat is een combinatie. Ze zaten er bovenop, hij moest hem elke keer uitpassen. Ja. Dus die jongen die moet denk ik nog een beetje wennen hoe het in Nederland naartoe gaat. En dat de looppost een moeilijke plek is waar je snelle beslissingen moet gaan maken. Dus. Oké, man, ik denk voor nu even genoeg over Den Bosch ZZ Leiden. We hebben nog een wedstrijd gekeken. Lone Lions tegen Bemmel. Dat was een enigszins verrassende uitslag, denk ik. Lone won met grote nummers, was eigenlijk in de eerste helft al gespeeld. Hoe kwam dat? Ver? Ik denk dat het de manier van spelen is van Lone Lions. Ik schrok ook van de uitslag. Mm-hmm. Als je ziet dat Lek de Tech met 2 van jullie wint, 2 keer, en dan jullie verliezen met 2 van Lions, nou dan gaan we algebra, basketbal algebra. Dan zou Lions met 2 moeten winnen, maar ik denk dat met rust de wedstrijd al gespeeld was. Klaar. En ook weer 2 verschillende stijlen, dat hele assertieve, ik mag geen agressiviteit zeggen, maar heel assertief spel van Lone Lions, dubbele druk op de bal. En dan komt het toch aan op veel fundamentals en eigenlijk een beetje jeugdtactiek noem ik het. Mm-hmm. En wat ik gezien heb is dat de plays werden gewoon doorgelopen, ook in dubbelteamings. Basis werden allemaal een beetje moeilijk, mensen gingen weer drijven en aparte schoten nemen. Dus ik denk dat de tactiek van Lone Lions om heel veel druk te geven, dat die in de eerste helft al zoveel vruchten afwerpte dat we bijna kunnen zeggen dat de tweede helft een formaliteit was. Was het ook?
Wat mij opviel was dat, waar we het ook even net over hadden bij de mannen, was dat Mike Schilder het screen van, of het hedge op het screen van Jeroen van der List aanviel. Ja. Goed, ik ben zelf geen guard. Maar dat is wel wat ik altijd heb meegekregen van coaches uit van val op buitenste been van de hedger aan. Want een center kan nooit met een snelle guard meebewegen. Dat is wel wat ik miste vanuit Bemmel. Ja, het aanval. De enige die dat wel deed was Karin Kuyt, die ook een aantal maal nog redelijk doorkwam en dan een layup of een assist kon geven. Het was een beetje chaos. Ja. Wat me sowieso heel erg opviel is dat in het begin dacht ik veel aan Karin Kuyt. Mm-hmm. Die wedstrijd begint en dan zit zij aan de kant, dus ja. Ik dacht van het is geblesseerd of wat dan ook. Ik begreep dat zij aan het begin van het jaar een blessure heeft gehad, dus dat dan Jacobine Klerks begon op de guard. En dat ging natuurlijk hartstikke goed. Mm-hmm. 6 gewonnen, dus we hebben dat laten staan. En ja, dat liep niet heel lekker. Ja. Weet je, je zag met name in het begin, vond ik meteen die dubbelteaming zelfs op de horns speelden ze dubbelteaming. En zij pick-and-roll werd hard gedubbelteamd. Nou, en iedereen liep gewoon in play. Dus die bal die werd gewoon gegooid. Uit positie, stapte niet in de paas. Toen kwam Karin erin. Ja, toen stonden ze denk ik op 10 achter of zo. En volgens mij werd er pas gewisseld na een minuut of 6 of zo in de wedstrijd. En die had eigenlijk hetzelfde probleem. En die ging er nog een paar keer er langs. Maar dat was ook gewoon eigenlijk chaos. Ja. Want iedereen was uit positie en ze gooiden hem een paar keer erin. Eentje was misschien een charge of zo, denk ik zelfs. En die ze erin gooit. Maar ja, dat deed Lions gewoon hartstikke goed. Ik heb veel druk ook op de. Je zag ze ook echt gewoon duwen, die mensen naar buiten duwen om buiten de driepuntslijn verder het screen te zetten. En ja, ze werden soms gewoon gedubbelteamd bij de middenlijn. Mm-hmm. Weet je? Ja. En ze dribbelden, wat jij zegt, ze vielen het niet aan, ze dribbelden er juist van weg. Ja. Ja, het was eigenlijk gewoon best wel shocking. Ik had niet verwacht dat het op een gegeven moment richting de 30 punten liep. Dat viel me best wel tegen. Ja, kijk, verschillende gebieden. Je hebt het mentale gebied waarbij je gedubbeld wordt en je die wedstrijd niet zeker voelt, ballen gaat weggooien. Dus heel dat zelfvertrouwen verdwijnt. Ja. Nou, dan, dat betekent dat je technisch ook niet meer zo sterk dribbelt en de dubbelteaming aanvalt. En dat betekent dat je tactisch misschien ook de weg kwijtraakt en zegt, joh, daar wordt er gedubbeld, dus die en die staat open. Op een gegeven moment werd er gedubbeld, werd de bal geswingd. Je zag op de weak side een 2-1. Ja. En die werd nooit bereikt. De bal werd gewoon teruggespeeld. Dus het kan zijn dat een team wat een tijdje goed speelt en dan ineens in die druk terechtkomt en in dat verlies gaat, ja, dat er een soort verstandsverbijstering terechtkomt. Want ik kan me niet voorstellen dat de coach niet op fundamentals traint. Ik kan me niet voorstellen dat de coach niet op tactiek traint. Dus ik denk dat dat wel een beetje, dat het ook een heel mentaal gebeuren is. En dat doet Lone Lions heel erg goed. Die vallen aan en die vallen de verdediging aan. Ik heb me heel erg opviel is dat eigenlijk alle gewoontes die ze normaal deden, Bemmel. Ze hebben natuurlijk best wel een schuttersteam ook. Hè. Ze hebben veel schutters. En die Zander de Jonge die neemt veel met de linkerhand naar de basket. Nou, die heb ik in de hele wedstrijd niet gezien eigenlijk. Al hun gewoontes werden gewoon, ja, eigenlijk gewoon meteen weggenomen. Dus was eigenlijk een beetje paniek. Ja, wel opvallend, want Bemmel is ook een team dat met veel, tenminste dat vaak veel druk probeert te geven en fel speelt en assertief. Ja. Dat zag je niet meer terug. Je zou bijna zeggen dat gewoon toch, uit tegen Landsmeer, ze hadden het vorig jaar ook, hè, hadden ze ook echt een goede run rond ze daar, ik denk, heel dik, kan ik me herinneren. En de wedstrijd erop werden ze helemaal weggespeeld. Het leek of ze er gewoon mentaal niet helemaal klaar voor waren. Goed, ze spelen zondag volgens mij voor de beker weer tegen elkaar. Ja, klopt. Ja. In Bemmel. Dus ja, weet je, je weet aan wat er gaat komen en wat er gaat gebeuren. Ik verwacht wel dat Bemmel zich gaat herpakken. Ja, dat mag ik hopen. Ja. Ik zie wel de tweede helft al een beetje herpakt. Maar weet je, ook de dingen die ze dan probeerden. Ze probeerden zonnepress te spelen en zone en... Ik vond Lions serieus gewoon goed spelen, want ook aanvallend. Ja, weet je, ik vind Sharon Belt vind ik echt wel een toevoeging aan dat team. Weet je, het is eigenlijk een speelster die ik op de Nederlandse velden ook echt zie drijven. Ze kan redelijk goed schieten. Molly weet haar makkelijk te vinden. Mm-hmm. Weet je, dus ja, ik vond gewoon dat Lions was gewoon echt 2-3 klassen beter gewoon. We kijken nog even naar de stand in de mannen-eredivisie en wat eventuele verrassingen zijn.
Ferry, wat is het meest verrassend voor jou tot nu toe? Nou, voor mij is het geen verrassing, maar Rotterdam die gaat wel echt voor die zesde plek dit seizoen. We hebben van Leeuwarden gewonnen, toen drong het nog niet zo tot me door, maar dat is echt een wedstrijd om de zesde plek. Ja. Dus Leeuwarden, willen ze zesde worden, lopen nu echt achter Rotterdam aan. Moeten er nog 2-3 gaan winnen, om in ieder geval onderling op de zesde plek te komen. Rotterdam met veel geluk in Weert gewonnen en dik van Amsterdam gewonnen. En weet je, die wedstrijden winnen, dat geeft je toch weer wat flow, wat positiviteit. En donderdag spelen ze tegen Weert thuis. Weert zonder Jeremy Ormskerk. Nou, ja. Dat zou zomaar een vierde overwinning kunnen gaan worden. En dan staat Leeuwarden er alweer 2 overwinningen achter. Dus ik denk dat het voor Rotterdam goed zaken doen is op dit moment. Absoluut. Nou ja, weet je, ik denk dat ze ook best wel die wedstrijd in Weert hebben dan de laatste minuutjes te kijken. En die hebben ze eigenlijk letterlijk gestolen, hè? Met een buzzer beater, maar ook toch wel een fout die daarvoor niet gefloten werd. Dus, dat mossel hebben ze dan. Maar goed, vorig jaar ging Rotterdam ook aan zijn speer, toch in het begin? Ja, maar ik denk dat nu een aantal zaken, groep is wat langer bij elkaar, ja. Spelen basketbal, organisatie eromheen is beter. Inside game met Lucas Stijn. Dus ze hebben nu echt iemand waar ze de bal inside kunnen geven. Robert speelt ook inside, maar is meer een stapje buiten de bucket spelen. En Lucas is echt iemand die op de low-post afmaakt. Een beetje duimen draaien dat iedereen heel blijft. Eens. Als laatste aanstaande donderdag Groningen-Leiden op het programma. Wie wil een voorspelling doen? Nou, ik ben wel benieuwd. Weet je, want om heel eerlijk te zijn dacht ik van Groningen wordt helemaal niks dit jaar. Ja, dat dacht voor mij Skeling zelf ook. En nu hebben ze een nieuwe speler aangetrokken, Mark Sanchez, die van Leeuwarden 2 jaar geleden speelde. Toen was Leeuwarden niet heel goed, vond ik, maar voor mij speelde hij toen samen met die Lance Jeter, volgens mij in dat jaar. Waren ze niet heel goed in de rankings, maar was hij toch ook wel een positieve speler. En ik vond die Jeter eigenlijk ook wel heel goed toen. Dus ik ben wel heel benieuwd. Weet je, ik ben benieuwd of ze nu een beetje gaan aanhaken. Kijk, als ze nu met 20 eraf gaan, bij wijze van spreken, tegen Leiden, dan is het wel klaar. Maar ik denk dat, weet je, Leiden heeft vorig jaar Supercup ook best wel een pak slaag gekregen, volgens mij. Weet je, dus ik denk dat het best wel, ik vind het interessant. Ik hoop, om heel eerlijk te zijn, hoop ik gewoon dat Groningen wint. Ook omdat gewoon dan Groningen ook een beetje het gevoel krijgt van, joh, we kunnen ook aanhaken. Weet je, ik heb liever dat we gewoon 3 hele goede teams close bij elkaar zien, dan dat het alleen om Leiden in de bos gaat, weet je. Want dan wordt de rest een beetje. Ja, je geeft het wel leuk aan, want Groningen heeft een aantal wedstrijden verloren, dus ineens hou je geen rekening meer mee Groningen. Dan komt er een point guard bij, dan komt er een 4 of een 3. Wat is het? Een 4-3 komt erbij. Maar goed, daar gaat die 4 spelen, dat kan toch niet anders? Ja, of misschien ook 3. Even afwachten. Ja. Maar Groningen gaat gewoon weer meedoen. En als we een paar wedstrijden verder zijn, misschien donderdag al. Ja, dan. En weet je, ik denk als je gewoon kijkt naar de hele ploeg nu met Groningen, hebben ze gewoon 7, 8 goede Eredivisie spelers. Leiden heeft er ook 7 à 8 goede spelers, weet je wel. Dus ik denk, ja, ik ben echt benieuwd. Ik vind die Jeter laatst tegen Weert, had hij toch dik, geloof ik, 17 punten en ja, speelde gewoon best wel goed, weet je. Ik vind de Amerikanen van Groningen, vind ik helemaal niet zo slecht. Van Kunningen het ook gewoon heel goed doen. Ja. Dat is wel Nederlander. Ja. Nederlands-Amerikaan, maar. Zwolle? Ja, ik was teleurgesteld. Die wedstrijd tegen Leiden. Ja. Ze winnen nu alweer weg, geloof ik, bijna 30 van Amsterdam. Ja, dat zegt denk ik helemaal niks meer nu. Het viel me tegen. Weet je? Dus ik denk dat ik vind Zwolle super goed doen. Het is natuurlijk gedeeld tweede nog steeds, maar wel echt een stap minder dan Den Bosch, denk ik, toch, in Leiden. Ja. Altijd even afwachten. Ik vond ze zondag in Amsterdam heel degelijk spelen. Ja. Dus misschien dat die wedstrijd het er niet uitkwam. Misschien was Leiden inderdaad veel beter. Misschien was het een momentopname. Ja, nee, dat kan absoluut. Even kijken of het nog gaat verrassen. Nou, weet je, ik vind Zwolle sowieso super goed doen, hoor, met de middelen die ze hebben. En ze hebben toch een goede Amerikanen. Weet je, ze komen nog niet allemaal eruit, vind ik. Ik denk dat ze derde, vierde, mogen ze echt heel hartstikke blij zijn als ze dat kunnen vasthouden. Toch? Ik denk dat zij wel beter zijn dan de
Den Helder en de Weerts en de Arissen en van de Helder. Ja, goed bezig. Nee, eens, maar dan vind ik Zwolle nog iets verder, denk ik. Afwachten. Ik denk dat we hiermee gaan afsluiten. Ja. Dus mannen, bedankt. Ik vond het weer gezellig. Thank you. En jullie ook allemaal bedankt. En tot de volgende keer. Thank you too. Mooi.